Of the differences, the essence has always been the same. De KRO op Nederland 2. Dames en heren, jongens en meisjes, goedemiddag. U kunt nu kijken naar een samenvatting en een nabeschouwing van het bezoek van de paus aan Luxemburg. Maar hiervoor schakelen we eerst over naar onze redactie in Studio 6. De eerste dag van het bezoek van de paus van Luxemburg, dames en heren. De dag ook van het vertrek uit Nederland. Vanmorgen vroeg vertrok de paus van Schiphol. Straks ziet u een korte reportage van dat vertrek in dit programma. Verder ziet u de komende 40 minuten reportages van zijn aankomst in Luxemburg, de officiële ontvangst bij groothertog Jan aldaar en zijn eerste ontmoetingen die de paus had met vertegenwoordigers van het Luxemburgse volk. Rond de klok van 9 uur vanmorgen vertrok de paus van onze nationale luchthaven richting Luxemburg. Kijkt u naar een samenvatting van de reportage die de NOS vanmorgen uitzond.